Leuk te zijn bij een nieuw video. We gaan vandaag praten over de packs die ik ga bewaren voor Team of the Year. Maar eerst, ik heb wel 400k nu op de bank. Ik heb Soraat verkocht, hij is ontiegelijk slecht. Ik heb Perret verkocht op 130k. Hij is nu 110k, dus ik heb op tijd verkocht. Ik heb Shadows ingekocht voor 2500. Verkocht voor 37, dus een kleine 10k winst gemaakt. Daarop even kijken wat het werkt. Ik heb twee keer gedaan gepakt. Ik heb Hazard en alles van gepakt uit een megapakket van Squad Battles. Dus dat is ideaal. Maar goed, dat is dat. Dat is Rote Glory. Ik heb 400k. En als we hebben 67 pakketjes klaarstaan voor de Team of the Year. En helaas zometeen de sheet zien wat voor pakketjes we hebben. Maar dit is mijn team. Ik heb 400k. Ik ga denk ik Walker verkopen. Want Bellerin is prima. Ik zie geen, haast geen verschil in. Behalve de fysieke. Maar goed, hij heeft wel beter dribbelen dan Walker. Walker heeft hoeveel dribbelen? 79. Tegenover de 84. Maar hij wil beter balbeheersing in. Etcetera, etcetera. En balans en lenigheid. Volgens mij. Ja. Dus ja, dat is, hij wil beter in. Agressie. Is ding is beter. Ik wil erin evenveel stamina ongeveer precies. Dus ja, ik denk dat Walker gaat verkopen. Zeg ik kom zien. Moet ik Walker verkopen, ja of nee? Als ik toch wil erin heb. En dan zitten we er met de. Waarom niet? Nou, dan zitten we met het volgende probleem. Heb ik dan, als ik hem verkoop, 470k. Wie moet ik kopen voor in plaats van Sissoko? Ik dacht of aan Kante of de inform Bruno Fernandes. Waarom Bruno Fernandes? Dan heb ik een van een secondary CDM die voetballend is. Party is fysiek goed, verdediging is goed. Ja, zijn paas is heel goed. Ja, als je zou denken, maar hij heeft fysiek sterk. Het is echt een hele goede verdediger. Verdediger. Hij is niet echt een aanvaller meer natuurlijk. Hij heeft wel 3 keer gescoord, maar ik zou hem niet gebruiken voor aanvaller meer. Maar ik vraag geen centen meer, dus ja, hij moet CDM. Hij is goed, hij is fysiek goed. Paas is redelijk. 3 staat. Dus ja, en hij is 1,85 meter. Dus hij is relatief lang. Dan moet ik een tweede CDM. Sissoko doet het niet. Zijn paas is ontiegelijk slecht. Echt op 3 meter. Dus ja, wie of wie moet daar in zijn plaats zetten? Dan is het 2 keuzes. Dat is Kante. Of Bruno Fernandes, de inform. Dit is een bug, of niet? Waarom heeft deze inform geen red playpicks? Oh, waarschijnlijk omdat hij de eerste wissel had. Dat is niet juist. Maar goed, dat denk ik ook niet dat ik kan krijgen, denk ik, uit de red playpicks. Upgrade cap, denk ik dan. Maar goed, wie op wie moet ik halen? Bruno Fernandes kost 400k. En een Kante is 310, 315k. Dus minus. Rond de 310, 320. Dat scheelt 80k. Wie op wie moet ik als CDM gebruiken? Bruno Fernandes voor voetbalkwaliteit en Kante puur voor verdedigend. Wie op wie moet ik dan kiezen? Zet in de comments neer. Moet ik Walker verkopen en wie zou ik plaatsen voor Sissoko? Bruno Fernandes of Kante? Zet in de comments neer. Dan gaan we nu naar mijn beeldscherm. Dat is hier. En als het goed is, moet je kunnen zien. Ja. Mooi. Dit zijn al mijn spelers. Of al mijn pakketjes. Ja, we hebben 14 25k pakketten. Totaal formaat van 350 coins. En als je, totaal, als je dit doet. Ik heb de prijzen ook gezet bij euro's en waarde voor de points. Ja, waarom? Omdat kan je zien met hoeveel geld eventueel zou moeten krijgen.
et cetera, et cetera. En we hebben 14 25k pakketten, een goud premium pakket. We hebben 12 45k pakketten van goud spelers pakket. 4 kleine top goud spelers pakket. 2 kleine rare spelers pakket. 11 50k pakketten, dat rare spelers pakket. 2 rare mega pakketten, 55k pakket. 8 top legend spelers pakket. En hij is daar eerst 20k kost als je in de winkel zit. Rare legend spelers pakket. 8, dat zou kosten 30k. Rare mixed. We hebben 5. Dat zal rond 15k zijn, ga ik uit voor coins. Die is niet op markt, maar voor 4 rare goud, 4 zilver goud, of 4 zilver, 4 brons, 4 goud, allemaal rare. Denk ik rond 15k zal zijn, denk ik, ga ik uit. Dat is wel het meest schappelijke. Dus hier hebben hier de coins, waarde van 14, dat is 350.000 coins. 540.000 coins, etc. Dan heb je een totaal van 2.165. 2,1 miljoen qua coinswaarde aan. Voor points is 37.500 points kost dit allemaal. En qua prijs is €375. Als je dit allemaal wil kopen voor de geld tijdens het team van de year. En dan ga je vragen hoe rare spelers zitten dan in. We hebben een totaal van 168 spelers uit de 25k goud. Ja, er zijn 42 daarin. 126 rare, non-rare, goud, zilver, brons, rare en non-rare. We hebben dan een totaal spelers van 767 spelers. Daarvan is 618 goud, 116 zilver en 20 brons. En daarvan van 767 zijn er 496 rare en dan 258 non-rare. Dat betekent niet dat het allemaal 496 gouden rares zijn, want je hebt nog de Electrum spelerspakket en dan kan je niet verwachten dat alle 6 rares ook 6 goud zijn. Maar dat staat hier ook. Je hebt hier een 96, is dat top Electrum? Top Electrum en dan heb je daarvan de helft rare. Dat kan op zijn dat het zilver rares zijn, maar dat weet je niet. Maar dat is de waarde van mijn pakketje tot nu toe. Graaf uit, ik twijfel op één ding, maar ik gaaf uit dat er rond de 22, 50k pakketten hebben, 45k pakketten, er komt aardig veel meer bij. Ik schat voor mezelf, ja, maar nu met de Vries promo, elke dag een SPC komt, daar ook pakketjes zitten die ik ga bewaren. En dus ik ga ervoor uit dat ik tussen de 150 misschien tot 200 pakketten zitten. Welke pakketten zijn, dat weet ik nog niet. Je ligt er allemaal wat te komen staan natuurlijk. We hebben ook nog altijd 281 leap pack. Ja, 281 plus. Voor eventueel geluk. Je weet het maar nooit. Als Mbappé de team hier zit en dan kan packen. Maar je weet het niet. Als je niet slaagt, je niet wint. Dan heb ik 1 gemaakt. Toen tijd nog kon. Die komt zijn weer terug tijdens het jaar hier. Vergeet dat niet. Dus vergeet ook niet in te kopen. Voor rare players van League 1. Ga ik vooruit. Als het jaar hier komt. Dat er weer zal komen. Dat 25k pakket van League 1 komt. Hè? Dat je 12 spelers. 3 rare zijn. Van League 1. En daarvoor moet je 11 rare League 1 spelers hebben. Goed. Dat zijn mijn pakketjes. Nou, tot en toe. Op zich wel veel. Of er wel een goede pakketje tussen zitten, 5k's. Ja, ik kan er nu, want waarom ik dit doe, is één ding. Ik kan nu elke keer 1 of 2 of 3 pakketjes openen. De kans is groot dat je niks krijgt. Als ik dit doe, kan het zijn dat ik ook nog iets leuks kan doen. Eigenlijk een SPC eventueel, later als het een goede komt. Oh ja, over één ding gesproken. Eikenswaps is er ook. Eikenswap, ik ga Kante uithalen en Bruno Fernandes. Dus heb ik geconstateerd wie ik moet gebruiken voor Kante of Fernandes. Maar Eikenswap is er. En ik ga één speler doen, ga ik uit. Eerst zijn wissels. Thierry Henry ga ik doen. Die kost 17 coins, waarom? Waarom de rest? Nee, die is voor mij niks.
Hij kan niet pasen. Hij verdedigt is prima, maar Gomez is misschien wel beter dan hem. Hachi is een goed kijk trouwens. Normaal laag, ik liep wel hoog laag. Maar wel een goede kan. Voor dit FIFA is een goede kan. Ik zou hier een Hunter kaartje zetten als je aanval mist. Om zijn afmaken te doen. Daarvoor Sukur. Nederlandse uitschakelaar tijdens het BK 1998 in de verliezende finale. Helaas. Ronald Koeman Frankrijk had, ja, dat is weer zoiets. Koeman. Is leuk. Maar voor 13 stokers, ja. Is leuk om te doen. Rijkaard zou ik niet doen. Mid op Prime Icon, weet ik niet. Dit zou ik sowieso niet doen. Mid Icon 90 plus. Ik zou dit net doen. Als er heel veel spelers tussen zitten. Wat slecht is. En dan voor 16 tokens. Dan kan je beter voor Mid Icon pakketje doen. En een 380 500 pakketje doen. Want die 90 plus is garandeerd voor zoveel moeite niet al te best. En deze zou ik ook niet doen. Standaard icon specific keuze. Dat is de baby icons. Je kan 3 keuzes. Dat is een upgrade. Ik zeg maar, zoals een upgrade. Je kan 3 keuzes. Je mag 1 kiezen. En dan een baby. Het kan zo zijn dat je gewoon Instagram ervoor krijgt. Fieri krijgt. En Nakata bij wijze van spreken. Zeg maar 3 slechte. Nee. Dat moet je. En daarnaast kan je niks meer doen. Hè? Je hebt 18 tokens. Dit is volledige tokens, zeg maar. Want met 1 token kun je niks. Daarom, als je van 17 gaat, kun je weten dat Thierry Henry. Dan heb je dat misstaan. Ik ga van Thierry Henry, het feit dat hij Arsenal legend is. Hij is voor Arsenal echt knuitgoed geweest. 369 wedstrijden en 226 doelpunten. 8 jaar gespeeld. Zeg genoeg. Dus ik ga hem gebruiken voor past en present Arsenal squad. Ideaal. Dat is mooi. Alhoewel 83, 25 keer 83 plus pakket is. Als je het niet voor volledig doet, zou ik hem voor dat gaan. Want die is beter dan die 85 plus 5 keer pakket. Ik zou gewoon dit gaan doen als je niet anders veel voor gaat spelen. Dan kun je een mid-icon doen en dat als je niet interesseert in de icons die er zijn. Of Koeman en die 85 plus. Dat is dat. Dus ik ga voor Henry. Met 400k wie moet kopen? Kante of Bruno Fernandes in vorm als CDM hierbij verder nog. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren, dan zeg ik je bij. Altijd bij vandaag. Ciao, ciao. Later.